Welkom bij een nieuwe Sterren van de Toekomst. Dit keer ben ik in het legendarische Mike Gym. Op bezoek bij deze grote man naast me. Ik heb het over Chico Fernando. Maar voor ik ga beginnen, wil ik jullie hartstikke bedanken voor het massaal delen van mijn YouTube kanaal. Vooral de laatste weken is het enorm gegroeid. Daar ben ik enorm blij mee. Dus dat gezegd hebbende, laten we beginnen. Leuk om hier te zijn. Ook leuk dat je mee wilde doen. Jij zit hier al een tijdje in de Mike Gym. Kan jij eens even kort voorstellen wie je bent en wat je doet? Yes, ik ben Chico Kwasi. Ik train nu hier al 7 jaar ongeveer. Bij A-klasser en ja, ik probeer hier gewoon het mooiste van te maken van mijn carrière. En ik denk dat dit een verstandige gym is om groot te worden. Ik zit hier nu 7 jaar, maar hier heb je alle grote namen al gezien. Badr, Saki, nog zo noem maar op. En als je jong bent, kijk je toch naar diegene op en uiteindelijk wil je een beetje hetzelfde worden als zij. En hoe tevreden ben je al met hetgene wat je bereikt hebt? Ik ben zeker tevreden, man. Het is ook meer een beetje voor jezelf, omdat je weet, mensen hebben altijd een beetje een slecht woord erover. En wanneer ik bijvoorbeeld jong was, je zegt, ik wil kickboksen worden. Ja. Zegt bijvoorbeeld de docent al van, nee, dat gaat niet werken of dat verdient niks. Of je weet toch gewoon veel negativiteit. En ook klasgenoten natuurlijk, van toen ik uiteindelijk was gestopt met school om kickboksen te worden, waren ze ook zo van, nee bro, moet je niet doen, dit, dat. Je weet toch, en je bewijst jezelf ook van, dat wat je zegt, dat je dat ook kan doen. En Je bewijst dan ook dat ze fout zitten, snap je? Ja, klopt. Dat vind ik ook mooi. Dus op dit moment ben je in ieder geval gewoon tevreden met hetgene wat je bereikt hebt. Ja, wat wil je nog meer bereiken? Ik wil heel veel bereiken, man. Sowieso, ik weet van mezelf dat ik een van de beste kickboxers kan worden. Ja. Mijn gewicht sowieso. Zodra ik dat heb behaald, zou ik ook MMA willen doen. En voor de rest, ja, wat wil ik bereiken? Ik wil gewoon vrij zijn, weet je? Dat je kan doen wat je zelf wilt. Dat je niet bijvoorbeeld een baas nodig hebt of iets. Gewoon vrij zijn, gewoon wat je wilt, snap je? Ja. Wat zorgt ervoor dat je zo overtuigd bent van je eigen kwaliteiten? Is dat de wedstrijden die je gewonnen hebt? Of is dat... Nee, dat is meer van wat ik zeg gebeurt ook, snap je? Dus ik heb dingen gezegd in mijn leven, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dit doen. Ja. En dat is uiteindelijk allemaal gelukt. Dus ik weet van dat er nog veel meer in zit. Ja. En dat het ook allemaal gaat lukken. Daarom ben ik zelfverzekerd daarin. Jouw trainer, dat is Mike Passionier. Wat is dat voor een trainer? Mike, moet ik hem beschrijven. Ja, fijne trainer om te hebben. Hij is altijd vrolijk. Hij laat niet veel van zich merken. Hij geeft veel om me. We hebben trainingen met elkaar. Het gaat gewoon altijd goed. Ja, gewoon gezellig. Gewoon. Ja. Gezellig, maar ook serieus. Snap je? We trainen hard. En we hebben een missie om iets te bereiken. En daar tussendoor is het gewoon gezellig hoe we erheen gaan. Klopt. Wanneer is jouw laatste wedstrijd geweest? Mijn laatste wedstrijd was in november volgens mij. Ja. Dat was een KOK toernooi. Die had ik ook gewonnen. 2 partijen op 1 dag gevochten. Ja. De eerste gewoon op knockout, de tweede op punten. En ja, uiteindelijk KOK kampioen geworden. Ja, want je vecht niet in Nederland, hè? Ik vecht af en toe in Nederland. En mijn aankomende partij is ook in Nederland. Oh nee, sorry man. Is in Duitsland. Ja. Hij zou in Zwolle zijn. Ja. Ze hebben het verplaatst. Het mocht niet van de gemeente. Dus ze hebben het verplaatst naar Duitsland. En dus... Eigenlijk vecht ik niet veel in Nederland. Nee. En waarom vecht je niet zoveel in Nederland, maar meer in het buitenland? Dat is iets wat je heel vaak hoort namelijk, dat vechters juist naar het buitenland. Ik denk dat het ook de ervaring is die Mike wil dat ik meekrijg. Ja. Zoals vechten in grote stadions en mooie plekken en de ervaring om ergens heen te gaan. Zeg, je gaat bijvoorbeeld Glory vechten. Je hebt altijd in Nederland gevochten en je vecht opeens ergens anders. Dan heb je spanning, snap je? Ja. Dan moet je opeens met een vliegtuig, moet je in een hotel slapen. Het is heel anders, snap je? Ja, ik denk dat het vooral is. En ik vind het zelf ook fijn om daar te vechten, man. Het is altijd fijner dan in Nederland. En in Nederland is een beetje... Ik vind het een beetje saai. Het wordt als normaal gezien, snap je? En als je in het buitenland bent, is het vaak wel van... Oké, ze zien je echt als een vechter. Ze doen een beetje alsof je sterft. En dat is ook wel leuk, toch? Dus eigenlijk in het buitenland is de manier waarop ze je behandelen... stukken professioneler dan dat het in Nederland is. Juist, ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Je laatste wedstrijd, wanneer is dat geweest? November. In november voor het laatst gevochten? Ja, eind november. Eind november? Ja, 30 november. Oké, verwacht je binnenkort weer in de ring te staan? Ja, mijn volgende wedstrijd is 20 september. Ja. En dan vecht ik tegen Augin Massoud. Ik ken hem zelf niet. Nee. Maar ik weet gewoon dat ik hem ga aanpakken. Ik ben deze hele tijd gewoon fit gebleven. En ik voel me laatst scherper dan normaal, ook mentaal, fysiek. Ik voel me gewoon beter. Ja. Dus ik weet gewoon dat op dit moment eigenlijk bijna niemand me kan pakken. Dat is top, dat is goed om te horen, die overtuiging van je. En je hebt voor het laatst in november gevochten. Je vecht eigenlijk nu pas weer bijna een jaar later. Ja. Dat komt mede doordat corona in de weg kwam te staan. Klopt. Hoe ben je omgegaan met deze periode? In die periode heb ik gewoon veel blijven trainen met Mike, Myrtle. Hij pakt ons eigenlijk apart en zijn we eigenlijk elke dag bezig geweest. Dus er was ook geen tijd van dat we niet bezig waren. En er was er ook zo van, we pakken ook zondag, maandag, zondag, alle dagen gewoon. Want eigenlijk, je hebt geen smoes, snap je? Het is corona, je hebt geen,
niks anders te doen. Dus hij zei ook van... Mike zegt ook zo van, nou morgen weer. En dan keek je eigenlijk zo, zondag ook. En dan was het zo van, ja, je hebt toch niks te doen. Dan was het zo van, oké, ja, je hebt gelijk toch. Dus je zit eigenlijk Mike om jou scherp te houden. Ja, je was gewoon elke dag bezig. Gewoon, je ging er niet tussenuit. En ik heb ook nog veel geleerd van Myrtle, want ik was eigenlijk alleen met hem. Ja. En daar heb ik veel van geleerd. Nu is hij weg. Maar daar heb ik toch nog wel wat moois mee kunnen pakken. Wat heb je allemaal kunnen leren van Myrtle? Sowieso... Voor Groenhart hebben we met Myrtle Groenhart. Myrtle Groenhart, ja. Kijk, sowieso de mentaliteit van hem. Ik kijk wel naar Myrtle op. Ja. Kijk, je hebt veel grote vechters, maar niet iedereen is er elke dag. En ik heb wel gemerkt van, Myrtle is een grote vechter, hij heeft een naam. Maar hij is er nog steeds elke dag in de gym. Dus dat heb ik sowieso wel nog geleerd. En de afstand. Kijk, hij heeft ook lange armen. Ik heb lange armen. Ja. En we hebben veel gedaan met afstand, reageren. Ja, gewoon vooral die mentaliteit, inspiratie die hij geeft aan mij. Ja. Dat hij er gewoon nog steeds is. En dat het eigenlijk mogelijk is om iets te bereiken. Wat is jouw grootste motivatie? Ik wil de beste kickboxer worden, ik wil alles bereiken. Maar uiteindelijk wil ik gewoon eigenlijk zoals ik ben begonnen van... Ik ga dit doen, ik wil dat het gewoon zo blijft, snap je? En niet dat ik andere onnodige dingen moet doen. Nee. Om eigenlijk mijn doelen te bereiken. Dus eigenlijk heb je een visie en daar stort jij je op en daar wijk je niet vanaf. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je succesvol kan zijn. Juist. Ja, ik wil gewoon... eigenlijk wat ik zeg wil ik gewoon doen, snap je? Ja. Dat is wat ik wil. En wat wil je nog allemaal doen? Je zegt net dat je de beste wil worden. En wat is daarvoor nodig, denk je? Gewoon hard werken, dat is sowieso nodig. Discipline, erin geloven, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Wat voor jongen ben jij geweest als jonge jongen? Kijk, ik weet dat je nog steeds erg jong bent. Volgens mij ben je een jaartje of 20. 22 jaar. 22 jaar ben je. Dus je hebt nog een enorme carrière voor je. Maar hoe ben jij geweest als jonge jongen? Ik was gewoon een jongen, gewoon avontuurlijk. Ik wil gewoon leuke dingen doen altijd eigenlijk. Ja. Ik wil niet stilzitten, ik wil gewoon leuke dingen doen. Gewoon veel buiten spelen, buiten hangen. Dat is eigenlijk wie ik ben geweest. Maar vanaf dat ik op kickbox ging, ben ik ook echt voor kickbox gegaan. Mensen die mij kennen, die weten ook gewoon dat ik gewoon eigenlijk volledig gefocust ben op kickbox. Maar daarvoor gewoon avontuurlijk leuke dingen doen. Een beetje hangen op straat, dat zit. Hoe erg kijk je uit naar 20 september? Ik kijk er erg naar uit, man. Meer voor mezelf, ook om mezelf te bewijzen na die lange tijd. En ik weet wat ik kan, dus ik wil het gewoon laten zien. Ja. Bereid jij je dit keer anders voor door de corona-periode op een wedstrijd dan dat je normaal gesproken deed? Nee man, ik ben gewoon altijd eigenlijk bezig geweest met mezelf. Gewoon mezelf verbeteren. Want uiteindelijk is deze wedstrijd niet de belangrijkste wedstrijd van mijn leven. Nee. En die zal er waarschijnlijk ook nooit komen, omdat elke wedstrijd vind ik even belangrijk. Dus ik focus gewoon op mezelf en ik zie gewoon wat er gebeurt. Ja, je vecht nu voor verschillende vechtsportorganisaties. De grootste die kennen we allemaal, dat is Glory. Heb jij wel eens aanbiedingen gehad van Nederlands? Heb je aanbiedingen gehad van Nederlandse organisaties om voor hun te vechten? Sowieso vecht ik in Nederland voor het boksen bij Bril Memorial. Dus alleen het boksen zelf stond ik kickbox. Dus daar krijg ik wel aanbiedingen van. Elk jaar doe ik dat even toernooi. Die heb ik ook 2 keer gewonnen van de 2 keer. Dus dat is ook mooi. Maar voor de rest vecht ik niet veel in Nederland, man. Ik heb denk ik mijn laatste partij, denk 2 jaar of 3 jaar geleden gevochten in Nederland. En voor de rest is het altijd buitenland. Heb je net voorbij zien lopen of horen? Badr. Is dat jouw grootste voorbeeld? Zeker een van mijn grootste vechtvoorbeelden in mijn leven. Ja, maar het is wel grappig, omdat uiteindelijk ben je dan dezelfde sportschool als hem. Terwijl je vroeger gewoon op de achtergrond van je telefoon was, van je laptop, je weet toch. Het is wel een van mijn grote inspiraties in het kickboksen. Hoe ben jij enkele dagen voor een wedstrijd? Ben jij iemand die geïrriteerd is of juist heel vrolijk? Of hoe werk jij toen een paar dagen voor zo'n wedstrijd? Voor mijn wedstrijd ben ik gewoon vooral in mezelf. Man. Gewoon, ik ben niet geïrriteerd of iets, maar ik ben gewoon in mezelf. Meestal moet je ook afvallen. Gefocust? Ja, is gewoon gefocust. Meestal moet je ook afvallen. Dus je kan ook niet bezig zijn met veel andere dingen. Moet je gewoon focussen op afvallen. Gewoon mentaal gewoon in je eentje zijn, want uiteindelijk sta je ook in de ring in je eentje. Natuurlijk heb je wel je coaches en zo, maar vooral gewoon in mezelf zijn, gewoon daarop voorbereiden. Ik kan geen leuke dingen doen, ik kan niet naar een pretpark gaan of zo. Nee. Dan is die focus helemaal weg, snap je? Dan wordt je naam genoemd en dan mag je opkomen. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, dat gevoel dat je dan krijgt is gewoon echt van, oké, nu gaan we gewoon eraan beginnen, weet je. Ja. En dan ga ik er ook echt voor, zie ik niet meer veel. Ik zie gewoon erin, ik zie mijn tegenstander. Dan ben ik gewoon fully focused. Ik kijk niet door het publiek of zo, wie er is. Je bent gewoon echt focused gewoon. En je weet gewoon wat je moet doen. Dat is gewoon die guy verslaan. En dat gaat dan ook gebeuren. Ja. Het is mooi om je in ieder geval iets beter te hebben leren kennen. Ik vond het leuk om met je te zitten hier. Ja, in het mooie Mike's gym.
Ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor het kijken. Er komt nog heel veel aan, dus houd het allemaal in de gaten. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zorg dan eventjes dat je dat doet. Ik wil Kwasi hartstikke bedanken nogmaals. Ik wil jullie allemaal bedanken nogmaals voor het delen van mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Dankjewel. Dag.